Laat ik dan aftrappen van Frack. We zijn net verhuisd vanuit de andere kant van Leeuwarden naar dit gebouw. Toen zaten we hier bovenin. Toen hebben we daar 3 maanden gezeten zonder onze spulletjes. Dus we konden niet echt aan de gang, zeg maar. En we zijn nu net een anderhalve maand naar hier beneden verhuisd. En net gedaan of we houtbewerking kunnen doen, zeg maar. En nu hebben we verdiepingen, vloeren, trappen, al was het meuk. En ik heb geen plaatjes, want jullie weten al hoe het eruit ziet. Lijkt me redelijk evident. En ik denk dat we ergens rond de open dag gaan we een soort van nog wat meer af zijn, hoop ik. Nog wat meer klaar zijn. En dan komt er uiteindelijk wel een keer een echte space warming party met onze volledig naar willekeur ingerichte verjaardag. Dus die komt, dat is de 6e zeker dan? 6e verjaardag? Ja, zie? Volledig naar willekeur gekozen verjaardag. Dus wel de 6e, dat is wel ongeveer duidelijk. Sorry? Ja, zo ongeveer, ja. Dus ik denk ik nu het woord laat aan Bidler. Die wel plaatjes hebben, want nog niet iedereen zijn geweest. Is hij bij jou verder? Ja, mag ik die even? Die is beter. Ik begin? Nou, oké. Het is even kijken hoe dit alweer werkt. Boven links de groene. Hè, wat? Helemaal boven links de groene. Ja? Oké. Ja, maar nu zit het bok daar en dan zit ja. Ik moet nog even één ding erbij zetten over die 11 maart. Oh ja. Oké. Dan. Ja, we hebben slides. Jee. Oké. Okay. Nou, welkom. We gaan wat vertellen over Bidler 2.0. Of Bidler Space 2.0. Jij wil hier wat over vertellen? Ja, oké. Okay. Achter ons zie je een plaatje van de oude Space. Die ruimte die deelden we met DEO. Zij zaten er vroeger eerder. DEO is de jonge onderzoekers. We zijn in 2011 bij hun erbij gekomen. Het terrein was van de Nieuwe Erven. Dat is een cultuurboerderij. Die gingen steeds meer de cultuur en pop en muziek en theaterkant op. En uiteindelijk werd en de huur verhoogd. En pasten wij niet in het culturele bestemmingsplan, om het zo te zeggen. Dus hebben zij ons vriendelijk gevraagd om toch op zoek te gaan naar andere ruimte. Ze hebben ons daar wel alle ruimte voor gegeven. Dus het was niet op nare manier, zeg maar. We konden gewoon rustig zoeken. Het was best lastig. We hadden elke keer een locatie, dachten we. En dan was het of weer te duur, of het was te klein, of het was midden in het centrum, geen parkeren. Dus dat heeft best wel wat hoofdbrekers gekost. Uiteindelijk, het oude gebouw was ook best wel koud. Er zat een gaskachel in, het was slecht geïsoleerd. De jonge onderzoekers heeft er een hele verdieping in gemaakt, zodat de warmte een beetje nog in de ruimte te houden was. Dus het was al met al niet optimaal, maar we hebben er wel met heel veel plezier gezeten. Zoals je ziet, we hadden aan de linkerkant, voor degenen die nooit geweest waren, werkbanken. Hiervoor zat een lounge met een beamerscherm, wat ongeveer hier hing dan. En achterin staat onze grote lasercutter. 100 watt lasercutter. Ongeveer 1,30 meter bij 65 centimeter werkbereik. Dus ja, we wilden wel groter. Op een gegeven moment zat sommige avonden ook echt wel vol. Dus een van de voorwaarden voor een nieuwe space voor het bestuur was dat we er weer samen met DEO zouden zitten. Om de kosten te delen. Dat we de dag en nacht in konden. Dat kon bij deze space op een gegeven moment niet. Want ja, onze huurbaas heeft er ook andere groepen wel eens in gehad. Dus we wilden een eigen ruimte waar we dag en nacht in zouden kunnen. Samen met DEO. En ruimte om uit te breiden. Oké. En we moesten natuurlijk verhuizen. Dus ik denk dat we ongeveer zo'n 3 maanden lang bezig zijn geweest met inpakken. Misschien wel meer. Maar
We hebben, voor de verhuizing hebben we allemaal shipping containers of van die rolkarren gebruikt om zoveel mogelijk van de spullen op te stapelen, zodat we vrij efficiënt in één dag konden gaan verhuizen. En dat hebben we uiteindelijk ook gedaan. Volgens mij waren we, waren we om een uurtje of 9 toen begonnen op de zaterdag. En toen was het rond een uurtje of 1 of zo hadden we al de meeste spullen verplaatst. En dat waren volgens mij een stuk of 4 ritjes met een, een vrachtwagentje wat je kan huren bij de Bulls met een laadklep. Dus we hadden wel redelijk wat spullen. Niet zoveel spullen als de andere hackerspaces misschien, maar ja. En de nieuwe locatie had ook een bouwlift, freight elevator erin zitten. Dus dat was, omdat we in die nieuwe locatie op de tweede verdieping zitten, was dat ook wel, is dat vrij goed uitgepakt om, om ook snel al die spullen te kunnen verplaatsen. En we hadden denk ik iets van 30 vrijwilligers, misschien nog wel meer, omdat we dus eigenlijk vanuit twee groepen krijgen we vrijwilligers. Dus we hadden dus allemaal hackers die meehielpen, ook uit de rest van de andere hackerspaces die meegeholpen hebben, maar ook vanuit de jonge onderzoekers dat er heel veel mensen op af waren gekomen. Dus we hadden volgens mij op een gegeven moment dat we zelf een beetje te veel, veel mensen hadden, zeg maar. We hadden goede catering op de... tijdens de verhuizing ook goede catering gefixt door Kartoffel en Sebastius. En dat helpt ook mee, zeg maar. Als je gaat verhuizen, dan moet je goed voor je vrijwilligers zorgen. Maar in dit geval is het dus ook vele handjes maken lichtwerk. Nieuwe space? Ja. Zoals Arjan al zei, zaten we in de nieuwe space komen op de tweede verdieping. Dit is een gemixte omgeving, dus woon-werkhuizen. Aan de achterkant van de nieuwe space staat het woonhuis van onze huurbaas. Dus die woont daar gewoon. En aan de voorkant, de straatjes zijn om en om, privé en dan zakelijk, privé-zakelijk. Dus dan iets van 4 straatjes, waarbij aan de ene kant in de ene straat dus de woonhuizen staan. En dan in de andere straat, een ander adres ook echt, heb je dan dus de zakelijke ruimtes. En er zitten allerlei kleine bedrijfjes, meubelmaker, er zit een flightcase-bouwer, er zit een autoclub die aan auto's knutselt. En naast ons zit een Zuid-Afrikaanse winkeltje. Dus er zit echt een hele willekeur van kleine winkeltjes. En dit is het pand van onze verhuurder. Het was ooit oorspronkelijk 2 verdiepingen groot. Er is een 3e verdieping opgebouwd. Dus dat is eigenlijk een box die er bovenop gebouwd is. En links achterin zit zeg maar die grote bouwlift. Die hebben ze vanaf de bouw gewoon ooit erin gezet. Dat is echt super makkelijk. En al die zware bureaus en zo hebben we daarmee dus makkelijk omhoog kunnen krijgen. We hebben op dit moment officieel deze ruimte. Die is zeg maar een meter of 8 of 9 breed en ongeveer 20 meter naar achteren. Dat is onze space, maar er zit een hoek in, dus het is niet 20 keer 9. Dus het is geen 180, maar ongeveer 120 vierkante meter. Er zit een hap uit waar onze verhuurder dus de bouwlift heeft staan, een hokje en wat eigen spullen. Floorplan komt zo meteen op de volgende slide. We hebben ruimte tot uitbreiding, want op dit moment staan er heel veel ruimtes leeg in dit pand. Dus helemaal onze verhuurder die heeft allemaal startende bedrijven en op het moment dat die dan groeien, dan wordt het pand eigenlijk te klein. Dus op dit moment zit er onderin een klusjesman. Aan die kant zit een badkamer specialist, zeg maar, die wat spullen heeft gestald. De bovenverdieping, daar zit iemand die sportsupplies doet. En die gaat dus eruit. Hier zat een Indonesische toko, die is er ook uit. Dus we zitten redelijk rustig in het pand. We kunnen best wel spreken dat we eigenlijk het pand voor ons alleen hebben. Deze ruimte hierboven. Oh ja, hier is de ingang. Dus als je ooit bij ons komt, dan moet je even goed kijken. Er staat een bordje Bidler tegenwoordig boven. Dit stuk is ook leeg. Dus ongeveer 80, 90 vierkante meter. En onze huurbaas heeft gezegd dat we dat zonder kosten op dit moment kunnen gebruiken. Totdat er andere huurders komen. Maar we zijn wel echt voornemens om met hem een deal te maken dat we het erbij gaan huren. Dus dan zouden space, dan hebben we eigenlijk de hele bovenverdieping. En dan willen we eigenlijk ook de deur misschien naar beneden plaatsen op de eerste verdieping. Zodat je echt de trap oploopt en dat het hele bovengebied ons eigen domein wordt. Dus dat is wel kicken. We zitten vlak bij de A1. Als je bij Amersfoort de McDonald's kent, afslag A1 zeg maar, daar zitten we een paar honderd meter vandaan. Om een idee te geven wat ligt vlak aan de A1 zeg maar. De A1 die loopt zeg maar hier op schaal zeg maar. Er zitten geluidswallen en daarachter zit de A1. Er zitten parkeerplaatsen voor de deur. Als je ooit naar ons toe komt, is het vriendelijke verzoek of je niet voor deze twee deuren wil parkeren. Want die zijn dus van andere huurders.
En we hebben tijdens de verhuizing al even met onze Zuid-Afrikaanse buurman een kleine aanvaring gehad. Omdat iedereen natuurlijk alle auto's daar neerzette. En hij dus daar gewoon zijn handel drijft. Dus als je komt, s'avonds geen enkel probleem om de andere plekken te gebruiken. Maar hou alsjeblieft de deuren vrij. Een van de leuke dingen van dit pand is dat ik... dit pand staat bij mij in de wijk. En ik heb zelf in 2007 voor mijn eigen wijk glasvezel geregeld. Met Reggefiber samen. Eigen project. Dus de eigenaar van dit pand kende mij nog. Dat heeft ons ook wel iets geholpen in de huuronderhandelingen. Maar het grote voordeel is, er lag dus al glasvoorbereiding. Dus we hebben gewoon een fiberblink nu. En we delen deze ruimte dus ook weer samen met DEO. Omdat de samenwerking goed was. We kunnen de kosten delen. En we zien beide voordelen om samen gewoon dat pand te betrekken. Nou, we delen de ruimte. Wij zitten op woensdagavond en zondag de hele dag. Dat zijn onze vaste dagen. Dus als je langs wil komen, ben je altijd welkom op die dagen sowieso langs te komen. DEO zit op vrijdagavond en op zaterdagochtend. Dus wij zitten daar een beetje omheen. Maar we kunnen op andere dagen op verzoek. Maar in principe de openbare dagen, die zijn dan woensdagavond en zondag de hele dag. Dus kom vooral een keer kijken als je nog niet geweest bent. En Arjan zal zo meteen vertellen wanneer ons openingsfeestje is. Daar hebben we een datum voor geprikt. Dus het gaat zo... Oké, een nieuwe ruimte, hier zie je wat foto's ervan. Er was in de ruimte die we hebben betrokken was eigenlijk helemaal niks. Er zat geen vloer in, alle elektra was weggehaald, er zat eigenlijk helemaal niks meer in. Dus we hebben alles opnieuw moeten aanleggen. Dus we hebben de vloer erin gelegd, dus een laminaatvloer. We hebben moeten schilderen, moeten behangen. De elektra hebben we opnieuw moeten aanleggen. We hebben netwerkkabels zo erin gezet en... dat is vooral ook aan de bovenkant, omdat we dus zitten bovenin de loods. Het is allemaal heel erg veel metaal. En dat geeft als voorbeeld dat je heel veel leuke dingen met magneten kan doen, zeg maar. Een voorbeeldje daarvan, zoals wij hier hebben zo'n access point met zo'n voetje waar je dan magneet aan hangen. Of we hebben onze skip button die ook altijd, waar we dus met muziek mee skippen, dat die... kun je ook gewoon overal plaatsen, omdat je magneten daar zitten. Dus de sport is een beetje overal magneten op plakken, zodat je dat overal altijd kwijt kan. We hebben volgens mij ook alle dus hebben LED-verlichting of LED-TL-armaturen van de Hornbach hebben we overal hangen. En die zijn ook allemaal, die hangen ook gewoon met magneetjes aan het plafond. Dus dat is best... Ja. Ja, we hebben ook zo'n Cumulus Rocket Turtle, ook met magneetjes. En dat heeft volgens mij Kartoffel gedaan. Maar je kan wel van dat soort omgang doen. Ja. Ja, we hebben nu als deurstop gemaakt. Ja, precies. Ja? Ja. En wat ook heel goed werkt in deze space zijn balkklemmen. Niet balkklemmen. Die, zeg maar... Waar bijvoorbeeld die wandcontactdozen, wat we hebben alle elektra zeg maar bovenin boven bij het plafond gemaakt. En ook bijvoorbeeld zo'n netwerkaansluitingen. En wat we daarvoor gedaan hebben is gewoon een plaatje met hout en daar de WCD op gemaakt. En dat zit dan weer met een balkklem aan de balk geklemd. En dat werkt ook best wel mooi. Dus we hebben volgens mij best wel heel veel van die balkklemmen gebruikt in dit... Dus het beetje het industriële karakter van de ruimte, dat kunnen we goed gebruiken, zeg maar. Dus dat is wel tof. Oh, dit kun je dus niet zien. dit is ons floorplan. We gaan zo naar de volgende slide. Dan zie je een foto. Het is een beetje moeilijk te zien, maar de ruimte is... ik zal even met de pen er langs heen gaan. Dit is de hele ruimte. Even kijken. Zo. Hier... zit het opslaghok. Hier is een houthok, zeg maar. Er zijn twee aparte hokjes. Dan zit hier een beetje de keukenarea. Hier kom je binnen. Dan hebben we hier wat kasten staan. Dit is de maakhoek. Die komt zo op de foto mooi terug. En dit zijn de centraal opgestelde werkbanken. Dus mensen kunnen daar met twee aan een bureau. En als je dat met twee aan een bureau gaat zitten, dan hebben we 30 werkplekken ter beschikking tegelijkertijd. Hier staan alle banken die straks in die vorige slide zeg maar, gegroepeerd stonden. Die staan nu allemaal in één lange rij langs de muur. Dus daar zitten zijn gezekerde werkbanken. En daar staan ook allemaal bakjes met alle projecten van de deelnemers. Aan de zijkant is een kast voor de projecten van de DEO. Hier met wat lagere kratten. En hier zijn allemaal afsluitbare kasten. Daar staan de electronic parts in. Van zowel DEO en Bitler, zeg maar. Dus
Kunnen we misschien naar de volgende ruimte? Of naar de volgende slide? Ja. Kijk, dit is het uiteindelijk geworden. Nee, Roel heeft heel veel tijd besteed aan het maken van de licht op de kruisen. En Max heeft heel veel tijd besteed in het inspannen van die LED pixelstrips. En die zijn helemaal aan te sturen. En als je daar wat meer over wil weten, Roel die kan je helemaal vertellen hoe dat zit. En Max die kunnen daar wel wat over vertellen. Roel zit hier. Hier staan dus die lange werkbanken opgesteld. Centrale ruimte, beamerscherm. Reinder heeft een heel mooi mechaniekje gemaakt. En dat is nog niet af, maar dan kunnen we het scherm mee op en neer bewegen, automatisch. Dus dit was zo'n scherm met zo'n zwengel. En dat gaat nu straks dan dus klik. Nou ja, mooi scenario maken. We willen film kijken, dan dimt de verlichting en zo. Hier staat ons bekende LED-bord. Dus nou ja. En wat leuk is dat als je meekijkt bij ons op de camera, dan gaan alle lampen aan de zijkant, zeg maar, gaan allemaal rood knipperen. Dus dan weten we dat we bekeken worden. En dan gaan alle mensen kijken wie de foyeur is die nu weer mee zit te kijken. Dus we zeggen gewoon van, kom vooral lekker gewoon in de space langs. Een beetje analoog aan RefSpace. Als je lang zit te kijken op die camera en je vindt het interessant, kom gewoon in real life langs. Het is echt veel leuker en kunnen we nog veel meer laten zien. Ja. Nou. Ja, jammer, hij is niet openbaar. Nou, dan moet je zeker langskomen. Nee, maar dan gaat het in ieder geval vanaf. Kijk. En de slingers hangen er nog steeds. En die kunnen blijven, hangen, want Ayan gaat jullie nu vertellen wanneer ons openingsfeestje is. Sorry? Hey, wat zit hier? Oh, het is Wilco is daar. Waarom is Wilco hier? Nog toekomstig voor dingen. Nou ja, we hebben een 11 maart een open dag. Volgens mij moeten we hem nog even goed aankondigen trouwens. Dus dat is toch wel een... Ja. We hebben twee weken erop hebben we ook nog de Hackerspaces NL open dag. Maar we hebben 11 maart onze soort van... openingsfeest, sorry. Oké, okay, ja, openingsfeest. Wat? Oké. Okay. Nou ja, en zoals Dimitri al vertelde, dat we in de toekomst, voor mij is het misschien meer dan 65. Oké. Okay, yeah. Okay. Ja, we hebben nog op de tweede verdieping hebben we nog een extra ruimte die we dus waarschijnlijk willen gaan toevoegen ook aan de space, zodat dat een soort van keuken, lounge, meeting room, kantine wordt. En we gaan voor ons eventinfo.org ook nog een nog storage toevoegen als het een beetje mee zit, ook in deze locatie. Dus dat is een beetje de question. Misschien nog even voor de open dag, openingsfeest. Overdag willen we dus voor nieuwe deelnemers die bij ons uit de buurt komen, willen we mensen uitnodigen. Dan mogen we namelijk maar 50 mensen tegelijk in het pand zijn. Dus we hebben een beetje dezelfde beperking als RefSpace, maar dan nog kleiner, 50 mensen. Dus overdag willen we een beetje publiciteit aangeven en mensen uit de omgeving proberen naar binnen te krijgen, nieuwe deelnemers. En 's avonds is de bedoeling dat we eten gaan bestellen. Er werd gesproken over een barbecue, maar het is misschien wat koud. Dus iets eten bestellen of zo. En dan 's avonds is het gewoon voor alle bevriende hackerspaces, jullie dus, zijn jullie van harte welkom om te komen. Zullen daar nog een wikipagina van maken, kun je op inschrijven. Houd dus rekening mee dat het beperkt toegankelijk is, dat er maar 50 mensen tegelijk binnen mogen zijn. Dus als je denkt, dat vind ik gaaf, schrijf je dan vlot in, zodat je niet teleurgesteld wordt. Dus jullie hebben eigenlijk de sneak peek... van de uitnodiging, dus weet dat het, als het komt, dat je snel bent. Hebben we die wikipagina dan? Er komt een lijst op en dan komt het helemaal goed. Jullie zijn van allemaal van harte welkom en hopen dat jullie allemaal komen. Dus zijn er nog vragen op dit moment of over de space? Ja, Ralf. Containers, rolcontainers, ja. Die hebben we van Hack42 dankbaar gebruik van mogen maken. Waarvoor dank trouwens Hack42. Top. Dus ik zou regelen met Hack42. Dat zou heel veel helpen. En dat helpt je echt. Ja. BugBlue is je man. Andere vragen? Nee? Mag ik even graag het woord aan Ralf nu? Ja. Dus die... Dank jullie wel. Ik kan ook anders. Hier,
Geen pointer nodig. Nou, Nerdspace. Sorry, oh ja, Nerdspace dus. Wageningen, Nederland. En dat is alleen maar om het te zien. Dus is de space die we nu hebben. En wij zijn dus op zoek naar een nieuwe plek. We hebben al, laat maar zeggen, 90% een nieuwe plek. Maar we zitten nog een beetje te onderhandelen hoeveel het nou gaat worden. En het is, dus we weten het nog niet. Maar in april moeten we in ieder geval hieruit. Dus waar we nu zitten, in een, dus een anti-kraakpand, een oude schoolgebouw. En dus als jullie een plek weten in Wageningen, die onder 500 euro kost en boven de 100 vierkante meter is. hoeft niet onbeding, maar moet in ieder geval onder de 500 euro inclusief zijn. Dan krijg je 500 euro daarvoor. Dus dat is een. Kan je daarvoor krijgen. En OFTC, Nerds Channel. Als je iets weet. Dat is ook volgende week een Nerd In. Dus een. De laatste ook die wij hebben. Nerd In is een klein event die wij hebben alle 2 maanden of zo random. Om gewoon over het weekend een beetje te hakken met elkaar. En, dat wordt dan de laatste. En eind april of midden april moeten we eruit. Dus daarom de kleine oproep als iemand iets weet. En het is nog niet echt een nieuwe space, maar... Dat was hem eigenlijk. Nou, ik huur een boerderijtje. Misschien wordt het dan daar opgeslagen tot we misschien iets vinden. Voor de rest. Anders moet het opgelost worden. Dan moeten we alles bij elkaar rapen. En iets doen of zo. Ja, ik dacht ook al het gewoon bij mij te doen, maar dat is dan ook weer. Dan zou ik met Slak moeten praten, wat ook zo'n kunstding is. En eigenlijk mag dat allemaal niet. Dus ik hoop niet dat ze het zien. Het is gewoon plek. Dus het is wel of opslag, of iemand heeft nog een garage en zo. Dus er is wel. Als echt nood aan man komt, dan gaan we ook een beetje rondroepen nog. Het lijkt dus dat die nieuwe locatie in het Volkshuis. Oké. Waarom heb je geen... We zitten we wachten. This is loving. Je hebt U-Block nodig, definitief. Maar dan zie je geen reclame meer. U-Block, goede plugin. Heel koos, hè? Oké. Verder weet ik ook niet. Refspace. Een half uur nog hadden. Zonder letter. Ook nog. Nee, ik moet weer naar beneden. Dat was de slide. Nee, waar is mijn muis? Waar is mijn muis? Doen ze het alle twee? Doet hij het? Ja. Oh. In beeld? Aan beeld? Oké, Refspace gaat over 2 weken verhuizen. We zijn de afgelopen weken druk aan het klussen geweest. Ik heb voor de rest alleen gewoon een berg foto's verzameld. Hier zie je bijvoorbeeld nog vrij in het begin zijn we bezig geweest met muurtjes bouwen. Ik voel me weer helemaal in Berlijn. We zijn bezig geweest met muurtjes bouwen. Hier zie je een deel van onze ruimte. We hebben gipswanden gebouwd. Hier zie je een van de eerste units die we gebouwd hebben. Niet voor ons. Er zijn meerdere gebruikers in het pand. En enkele daarvan waren zo vriendelijk om deels te verplaatsen binnen het pand.
Een daarvan hebben we hier een unit voor gebouwd, zodat we ook wat isolatie hebben. In die ruimte daar zo zit een dame die zwammen kweekt. En het hele gebouw rookt daardoor ook naar koffie en zwammen en paardenmest. Dat is wel ook wat baat erbij om goede geïsoleerde muren te hebben. Dus er zitten nu een paar wandjes tussen. Zij heeft ook een stukje van haar bedrijf verplaatst, zodat wij wat meer aansluitende ruimte hebben. Dus dat is ook wel een mooie van haar. Ja, we hebben ook gewerkt aan de ventilatie. Hier is ook een muurtje moeten komen, dus we hebben ook een ventilatiekanaal wat er zat door moeten zagen en allerlei andere dingen moeten verbouwen. Hier ook, al deze meubeltjes die stonden eerst in de ruimte die hier zat, die nu voor ons in gebruik is. De huurder daarvan is verplaatst hierheen. Er staat ondertussen hier ook een muurtje. En hier is onze ingang nu. Nou, levering van nog meer muurdelen. Druk aan het klussen hier. Dit is onze werkplaats. In de oude space hadden we een vrij grote sparkshack, houtwerkplaats, metaalwerkplaats. Een deel daarvan dat gaat nu hier plaatsvinden. Dus een ruimte van ongeveer 50 vierkante meter. Ondertussen ziet het er allemaal wat netter uit. We hebben overal behang tegen de muur aan zitten. En een stellingkast staan, zo nog meer beelden van. Er is nog een lounge tijdelijk ingericht. Zo. Ook met dank aan diverse hackers van andere hackerspaces, zoals Reiner. Dat is ook RefSpace deelnemer. Ja, er zit een hoop overlap tussen RefLair 42, Frek. Hier zie je nog de laatste generatie van onze Arduino deze deur opent en de deur die dan nog buiten zit. We zijn bezig geweest met de ventilatie. We hebben natuurlijk ook dingen als lasercutter en andere apparatuur die rook veroorzaakt. Maar ook gewoon ventilatie zoals we ook gisteren hebben gehoord bij het praatje is heel belangrijk. Dus we hebben een ventilatieunit gekocht. We hebben ventilatiekanalen aangelegd. Zijn er onderdelen die we uit het pand hebben geroust. Want het was een kantoorpand met allerlei bestaande afzuiging. Dat zat erin. Allemaal afgesloten. Dus we hebben gewoon onderdelen geroust. Er komen zo ook nog wat foto's van. Dit is de provisorische Arduino in de voordeur gehackt. Sinds dag 1. Want ja, je moet wel zorgen dat alle mensen die komen klussen naar binnen kunnen. En we hebben 80 man met een i-button. En die konden dus allemaal naar binnen. Muurtjes bouwen, inclusief isolatie. Goede voorraden voor tijdens het klussen. Helaas hebben we de mensen die hier eerder in het pand zitten alle kabels afgeknipt. Deze waren gelukkig dan nog afgeknipt op vloerniveau, maar we hebben er ook een paar die gewoon op bijna plafondniveau zijn afgeknipt. Dat zijn van die klote klusjes om daar weer iets van het netwerk op aan te sluiten. Zulke bossen met kabels. Dit is een ventilatieunit die we van Marktplaats hadden gevist. Ik had initieel het idee dat die zo groot zou zijn en dat die wel makkelijk in de kofferbak ging passen. Hij bleek uiteindelijk met heel veel moeite net achterin de jaris te kunnen. Ja, hij is echt zo groot. Jij big. Ja, we hebben deuren aangelegd, ook overal deuropeners, Arduino's erin. Dit is onze keuken, die wordt ook deels door andere huurders straks gebruikt. Ze hadden al een afwas, een spoelbakje, dat behouden ze dus. Daar komt alleen gewoon het extra keukensupplies bij. En andere huurders krijgen dus ook een i-button met de toegangstoken naar de keuken specifiek. En de andere huurders die door onze ruimte heen moeten om naar buiten te komen, die krijgen ook een i-button. Maar daar gaan we wel regels mee afspreken dat ze dus niet gebruik maken van de space. Het alleen maar gebruiken om door te lopen. Omdat we nogal wat ruimte kwijtraken in deze nieuwe locatie, moesten we vooral ook de hoogte in. We hebben hier ook iets meer hoogte dan op onze huidige space. We hebben over de hele muur aan de achterkant hebben we nu stellingkasten. Zodat we daar als het goed is flink wat meer spullen kwijt kunnen. En het idee is dat alle deelnemers een Samla-bak als vervanging van hun plankruimte krijgen. En dat kunnen ze dan hier in de kasten zetten. Hier zie je de kasten zoals die in het geheel is. Hier hangt die ventilator
weer. Er hangt hier een ruit geopend, nieuwe ruit ingezet en een ventilatierooster. En omdat we ook meer kastruimte of meer bureauruimte nodig hadden en in het midden komen bureaus, maar ook hebben we hier in de kast bureaus ingebouwd. Met prima verlichting erbij. Hier nog een beetje een panorama van de hele space zoals die er denk een week geleden, anderhalve week geleden uitzag. Moet nog wat spullen worden opgeruimd. Even. Oude keuken inderdaad. Ja. Nou ja, de rest zijn niet allemaal even op volgorde, maar... Tijdelijke keuken. Elektra, kabelgoten langs de hele plafond lopen, ja. En daar kunnen we alle bekabeling door doen. Een eigen 35 ampère, drie fasen afgetapt. En daar is een meerdere aardleks tussen gekomen, 12 groepen dacht ik. Nou, dit is zoals de bekabeling van het netwerk er momenteel uithing. Daar ligt dan een switchje bovenop een verlaagd plafondetje. En nou ja, er zitten een paar kabeltjes geprikt, maar ja, het is wel een hoop werk te doen. Oh ja, dat vergeet een belangrijk onderdeel. We hebben nog een klein hokje buiten voor de wat grotere, nou ja, misschien lasactiviteiten of toch ook barbecuen. Dat is iets wat natuurlijk veel doen. Blijkt dat het niet zo droog is als we dachten. Het vocht staat gewoon op het plafond. Dus dat wordt nog wel een leuke uitdaging om daar metaal op te slaan. Want op dit moment is het gewoon nat. Ja, het is een vrij klein hokje. Het is in ieder geval beter dan niks. En daar kunnen we hopelijk ook wat herrie maken, zodat mensen er meteen last van hebben, omdat het toch wat meer buiten is. Hey, en we hebben dus een grote garagedeur naar de buitenkant toe, dus die kan gewoon rollen. Dus dat betekent dat rollende dingen gewoon de space in kunnen. Dat is wel misschien wel fijn. Elektra, zoals die in het gebouw aanwezig was, we hebben nu een eigen groepenkastje hier achter hangen. Het beeld van buiten, met wat sneeuw zelfs nog. het nieuwe groepenkastje. Volgens mij zijn we rond. Volgens mij hebben we een beetje alles gehad inderdaad. Nou ja, over een week of twee gaan we verhuizen. Dus alle hulp is welkom. Beetje net als Bidler hebben we van die rolkarren. Alleen wij hebben ze bij Osmo Retro vandaan gehaald. Of daar gaan ze vandaan gehaald worden. Ja, dit weekend zijn er een paar die niet naar ETL0 zijn gegaan. Die hebben heel wat al verhuisd. Met een aanhanger zijn ze gewoon gaan rijden. Ik had begrepen dat er al 60 dozen heen en weer waren gegaan. Dus ja, misschien dat er met de grote verhuizing straks niks meer te doen is. Behalve echt hele vervelende klussen. 90, oh, ja. Dus er zijn mensen al blijkbaar iets voor op het plan gaan lopen. En moeten we even gaan verzinnen wat we dus met de echte verhuizing gaan doen. Doos uitpakken. Vier. De week dat wij in de sport zijn, 4 en 5 maart. Ja, dat was niet mijn keus. Maar ja, het moet toch gebeuren. Zijn er nog andere species die dat kunnen vertellen? Pils. Kan ik USB-stick rechts indrukken? Of moet ik mijn laptop pakken? Kan, wat is het? Voor USB. Ja, een paar foto's. Tucker skills. Mapverhuizing. En dan van liefst op alfabetisch volgorde. Ja. Onderste en bovenste lezen. KITD. Ja. Oké. Hier? Ja. Ik heb geen hele mooie presentatie. Ik heb alleen wat foto's. Maar als jullie vragen hebben, stel ze gerust. Om te beginnen hadden we een wagen geleend van een bedrijf in de buurt. Sorry? Oh, te klap. Ja. Dit is een foto van de laatste echte verhuisdag.
Hier hebben we eigenlijk alle, ja, alle stoelen en tafels verhuisd. Dit is de new space. Oh, wacht, ik heb het knap. Ja, dit. Ja, het is kleiner dan eerst. We hadden eerst iets van 120 vierkante meter en nu iets van 70, 80. Maar we hebben het wel veel beter ingedeeld, dus in de praktijk is het ook beter. En we hadden in de oude space hadden we echt, ja, hadden we een grote ruimte en we hadden een kleine ruimte. De grote ruimte die was in de winter 4 graden. Dus ja, in de winter hadden we eigenlijk alleen een klein hokje. En ja, als je daarnaar kijkt in de praktijk hebben we nu dus echt wel veel groter. Ja, we hebben eigenlijk een hoekje gemaakt. Dit zie je hier. Er staan allemaal stellingen. Oh, hier. Stellingen. We hebben een keukenblok. Die staat hier. Die stond eerst schuin tegen de muur. Maar die hebben we een kwartslag gedraaid, zodat, ja, zodat ze toch wat praktischer met ruimte om kunnen gaan. Ik zie dat de foto's toch een beetje gehusteld zijn. Maar... Oh ja, dit is de voorkant van de space. Het is eigenlijk een bedrijfsverzamelpand. En daar zitten vooral startende bedrijven in elektronica en in ICT. Dus we verwachten dat we na een vrijdagmiddagborrel daar ook wel deelnemers bij hebben. Ja, we beginnen hier, staat voorast een hek. Daar zit nog geen iButton reader in. Of, op een dag is die altijd open. Als we vragen bij de receptie, dan kunnen we hem ook gewoon 's avonds open laten zetten. Maar het idee is wel om binnen 2 weken daar een iButton reader in te hebben. We hebben wel een backdoor via een ander bedrijf en dat hek staat altijd tot 11 uur 's avonds los. Dus. dan ga ik even de andere foto zoeken. De spinnerij. Oké, ik heb... Oh ja, dit is onze soldeertafel. Voor de mensen die ooit bij Tuklab zijn geweest, die weten dat wij een hele grote, zware tafel hebben. Ja, die hebben we met de aanhangwagen verhuisd. Hij steekt niet uit aan de achterkant van de wagen, maar hij had 20 centimeter. Dus... Hij steekt wel boven de auto trouwens. dat heb ik ook een foto. Oh, deze. We hebben nu al een deel, en ja, de andere deel is al binnen van die gereedschapborden besteld. Die komen hier allemaal tegen de wand aan. Dat we eigenlijk al het gereedschap, alle tangetjes en zo mooi, ja, mooi aan de tafel kunnen ja, pakken. En er bovenop komen alle meetapparatuur en de soldeerbout. Echt elektra werk. Dit is ja, nog een groter gedeelte van de space. Ja, hier zie je ook een keukenblok. Die hebben we dus tegen het hokje aangezet. En we hebben een loungeplekje. Dat zijn nu nog gewoon tafels, maar er komen nog banken of zo bij. We moeten even kijken hoe we dat gaan doen. Misschien dat we het idee van Frak overnemen en dat we op het opslaghok dat we daar de banken in zetten. Heb ik volgens mij ook nog, dat is dit hok. Ja. Nou, dat was het. Ik weet niet of er vragen zijn. We willen opening houden, weet nog niet wanneer. We zijn ja, we hebben nog wel wat dingen in dozen liggen en zo. En dat willen we even goed uitpakken. En dan, ja, daar komt wel wat leuks. Ja, we hebben. Ja, we zaten altijd anti-kraak. En even een maand opzegtermijn. En nu hebben we een 3-jaar contract. Met, ja, en ze verwachten wel dat het gewoon verlengd wordt. Het is trouwens dezelfde huurbaas als bij Axspace. Ja, nou, het is een internationaal bedrijf. En ze hebben 2 panden in Nederland. En daar hebben ze nu allebei een hackerspace. Ja, nee. Dus ze waren al bekend met hackerspaces. Dat is wel leuk. Ja. Verder? Nee? Oké. Dan geef ik de microfoon aan de volgende. Nou, ik heb verder helemaal geen foto's of dingen bij me, dus die gewoon. Het is een beetje meer een grapevine verhaal. Ik ben nog steeds. Lid van Skills. Ik weet niet of Skills dat nog weet, maar... dus ik ontvang nog de mailinglijst. En zoals jullie weten is afgelopen oktober is Skills verhuisd. Ze zijn van de locatie in de Footnote... zijn ze verhuisd naar het WTC-gebouw in Almere... bij een museum. En zij hebben als het ware een soort van
permanente installatie in het museum gekregen als hackerspace. Helaas bleek dat permanente niet zo permanent te zijn, want het museum mag daar niet meer zitten. Sinds begin dit jaar, geloof ik. Dus Skills heeft eigenlijk op hele korte termijn te horen gekregen dat ze er eind maart alweer uit moeten. Samen met het museum. Dus Skills is hard op zoek naar een nieuwe plek in Almere. Mochten jullie iets weten, mochten jullie iets in de buurt van Almere weten, dan wordt dat graag naar richting de mailinglijst van Skills of richting het IRC-kanaal. Een klein ding is dat kans is groot dat als er tegen eind maart niets gevonden wordt, dat dat het einde van Skills kan betekenen. Er is gelukkig al een groot deel van het materiaal opgeruimd tijdens de verhuizing in oktober. Dus de footprint van Skills is een stuk kleiner, dus eventueel opslag zou ook nog kunnen. Maar de toekomst van Skills is een beetje onzeker geworden door dit onverwachte nieuws. Ze hebben het eigenlijk pas begin dit jaar, echt half januari, hebben ze pas te horen gekregen dat er dus iets mis was met de locatie waar ze nu zaten. Dus wat is het? Nee. as usual. het is een vreemde space in de zin dat ze qua gemiddelde leeftijd is heel jong. Dus het zijn vooral mensen die niet echt in de hackspace scene zitten. En de paar die het wel zitten zijn vaak ook nog lid van andere hackspaces en zijn daar actiever. Of hebben gewoon heel weinig tijd en zijn weinig op de space. Dus echt het vaste ledengroep van Skills is allemaal basisschool, middelbare school, een beetje rond die leeftijd. En die hebben hier iets minder aansluiting, denk ik ook. Dus dat is wel een ding. Dat was het verhaaltje over de spaces.